best wel hard. Middagje 4, 5. En we zijn vandaag, gisteren en eergisteren, hebben we technieken gedaan. En vandaag zijn we een dagtrip aan het maken naar de Honet Dock. Die ligt hier rond. We beginnen zo de klim. We zijn vanaf de hut gekomen. We zijn nu, denk ik, anderhalf uur onderweg. En ja, nu begint het net ietsje steiler te worden allemaal. Nu ook ietsje minder wind, dus dat is op zich wel prettig. Het fijne is, echt prachtig weer. Oké, nu zijn we dus pauze aan het houden. Net een foutje gemaakt, net aan jullie verteld. Even ga herstellen. Het is niet de Honet Dock die we opgaan, dat is overmorgen. Maar het is de Johannesberg, dat je het maar weet. Oké. Ik hoorde net van de gids. Maar niet omhoog hoor, dat kan niet. In totaal nog 500 hoogtemeters naar de top. Zoiets? Nee, dat klopt helemaal niet. Nee. Want die hut is op bijna 3000. Ja. Ja. Nou, in totaal was het dus vanaf de hut, omdat we ook een klein stukje naar beneden zijn gelopen, in totaal waarschijnlijk rond de 500 hoogtemeters. Oké. Nou ja, dat jullie het weten. Super vet. We zijn nu een beetje aan het chillen. Kleding aanpassen. We zijn weer op de tweede top voor vandaag. De Riffel. 3338 meter. Net waren we een paar uur geleden op de Johannesberg. Die ligt daar. En we hebben een flink stukje moeten afdalen. Via een richel. Lekker klimmen en klauteren. En nu hebben we de laatste top voor vandaag. En nu zijn we weer even pauze aan het houden. Even een beetje aan het snacken. Yeah. We zijn weer aangekomen bij de hut. We hebben twee toppies vandaag gemaakt. Twee toppies. Dus even laten zien op de kaart wat we gedaan hebben. Ik draai even om. Hier is de Oberwalderhut waar we nu ook weer zijn. Dit is een base camp. Melle, kan je even helpen met dat ding recht houden? Dit is mijn assistentie. Yes. Thank you. Oké. De Oberwalderhut. En toen zijn we naar de Johannesberg gegaan met een beetje een cirkeltje, denk ik zoiets. 3453. En toen zijn we over een richel. Het was best wel klim- en klauterwerk, zeg maar, wat ik al had verteld. En toen zijn we richting de Hohe Riffel gegaan, 3338. En we hebben vandaag, het ligt eraan aan de draaierriffel, we hebben vandaag, doordat de sneeuwcondities best wel zacht waren, hebben we eigenlijk nagenoeg alles zonder stijgijzers kunnen doen. Alleen het laatste stukje was best wel stijl naar de Hohe Riffel toe. En dat hebben we wel met stijgijzers en pikkel gedaan. En voor de rest eigenlijk zonder. En zijn we teruggegaan met een beetje klim- en klauterwerk. Ik denk ongeveer zoiets. Dan hadden we hier best wel wat lekkere spleten. En toen zijn we rustig aan weer teruggegaan. En nu zijn we even weer pauze aan het houden. En morgen, wat gaan we morgen doen? Technieken? Morgen gaan we techniek oefenen, ja. Morgen gaan we weer techniek doen. Say cheese to the camera. Ha 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 ha.